Yo, ik ben Dennis, ik heet Enske en welkom bij een nieuwe video van Call of Duty Black Ops 3 Zombies. En dit is episode 2 van onze Shadows of Evil playthrough. En mocht je de vorige episode niet hebben gezien, staat er een linkje in de beschrijving. Wij hebben in ieder geval alles gedaan om de Pack-a-Punch te activeren. Dat is nou dus dit ding. En ik heb alleen nog niet genoeg geld om überhaupt te Pack-a-Punchen. Maar we hebben hem in ieder geval geactiveerd, dus dat is heel erg goed nieuws. Wat ik nou dus ga doen is... Ah, for fuck's sake. Krijgen we hem nou ook nog? Wat ik wilde zeggen is, we gaan terug om een nieuw wapen te halen. Uit de kist. Want... Ah, shit, ik schoot me. Waarom ben je zo traag trouwens? What's going on, my friend? Oké, hij is echt traag. Hij heeft er geen zin in vandaag. Oh, oh, laat maar geen boosje maken. No! Ik wou alleen maar vriendjes zijn. Son of a bitch. Hey, maar we zijn nou dus in W7. Ik... Ik kan eigenlijk zometeen pack-a-punchen, maar ik wil gewoon de wapens die ik heb niet pack-a-punchen. Die shotgun is goed, die haymaker, die zal ik misschien straks wel doen. Maar ik heb nou 2 shotguns en dat is gewoon niet echt ideaal. Dus helaas. No. Geen Grand Slam. Please don't kill me. Goed zo. De Maragua. Er komen 2 van die... ding uit. Ik zat vast. Paniek in de tent. Paniek in de tent. Ja, oké. Zoals ik al zei, we hebben nou 5000 punten. Ik kan er nou dus voor kiezen om de wapen te upgraden. Zal ik dat doen? Ik ben geneigd om het te doen. Ja, ik ga dat doen. Waarom ik dat doe, is simpelweg omdat ik weet dat ik straks een keertje afga. En dan heb ik niet geüpgraded en dan voel ik me echt als een lul. Dus we gaan nou de wapen upgraden. Dit is dus een soort AA-12. Een semi-automatic shotgun. Give me my gun back. Dankjewel. Dank u. Duurde lang. Dank u. Dit is dus een gepackpunch wapen. Ik wil hier gewoon niet lang zitten. Ik vertrouw die muren niet. Ik weet dat je er kan wallrunnen. Dan wallrunnen in deze game vind ik eng, man. Ik vind het zo bijzonder eng. Ik weet als ik dood ga, waarschijnlijk omdat ik daar naar beneden val straks. Maar we gaan nou dus terug naar de kist der kisten. Dan lopen we gewoon hier doorheen. En wat we nou dus gaan proberen is... ja, overleven natuurlijk. Maar ik wil ook eigenlijk kijken of we de Riot Shield kunnen maken. Even kijken wat hierin zit. Alsjeblieft, geef me een pack-a-punch wapen. Oké, je geeft me een stinkinsect. En die rent, vliegt weg. Oké, die zien we dus nooit meer terug. Ik zit er nou te denken, ik kan helemaal geen wapen. Waarom wil ik teruggaan naar de kist om een wapen te halen als ik niet eens geld heb om überhaupt een wapen te halen? Oh, er zijn er 2. Dat is leuk. Nou, wat you son of a bitch. Oké. Ik ga ze gewoon knijven. I don't care. Ze zijn er best wel sterk geworden. Het is nog maar... het is nog maar wave 7, man. Ze zijn er nou al zo sterk. Oké, goed zo. We hebben er eentje dood. 600 punten schiet ook niet op. Wij gaan naar de kist. Waar was de kist? De kist was... dat weet ik wel. De kist was... ik weet niet of dit de meest ideale route is. Maar we lopen toch gewoon. Want waarom niet, hè? Waarom niet? Ik denk niet dat er nou heel veel te activeren valt. Want je hebt overal nou nog die monster pot. I don't care. Maar ja, ik weet niet wat ik er nou überhaupt nog mee zou moeten doen. Ik kan zo snel niets verzinnen. We kunnen elkaar allemaal halen. Dat doen we zo meteen. Deze kant moeten we in ieder geval op voor de kist. Ja, ik kan er nou wel heen lopen, maar ik kan toch geen wapen halen. Dus waarom ik daar heen wil... zo! Ik vind die muziek wel leuk, hoor. Dat vind ik echt serieus grappig. Oké. Ik denk dat we nou maar heel even hier overleven. Waarschijnlijk ga ik dood. Ik zweer het je. Maar dan hebben we in ieder geval geen pack-a-punch. Dan wordt het een korte eerste episode. Tweede episode. Weet ik veel. Playthrough. Maar ja. We hebben in ieder geval redelijk wat gedaan. Dus toch... dat vind ik altijd wel fijn. Het is niet zo dat ik gelijk dood ging en we niks hebben gedaan. Dit is close, we hebben nou insta-kill. Alleen ik heb alleen maar shotguns. En ik ga geen gepack-a-punch de shotgun gebruiken bij insta-kill. Ik ben gek, maar niet zo gek. En... oké, weet je wat we doen? Nou wel, heel even. En dan komt dat deze wel pakken. Zo, nieuw insta-kill. Insta-kill galore. En die insta-kills van die potten die verdwijnen wel, dus dat moet ik niet hebben. Ik had verwacht dat ze achter me zouden komen.
Zullen er nou niet heel veel meer komen, heb ik zo het idee. Waren dit de laatste? Ik denk het wel. Nee, ik hoor het midden. Ik kan het zeggen. Ze komen er steeds binnen. Ondankbare monsters, joh. Ik denk trouwens dat het niet heel veel uitmaakt of ik nou instakill heb of niet. Want met een shotgun heb je redelijk vaak instakill natuurlijk. Want dat is het principe van de shotgun. We hebben in ieder geval 2400 punten. Dat is prima. Hopelijk krijgen we een leuk wapen. Dat zou toch wel het fijnste zijn van alles. En de kist is hier. Waarschijnlijk krijgen we een beertje. En als je die nog nooit eerder hebt gezien. Die kist is trouwens zo mooi, hè. In ieder geval, als je dat beertje nog nooit eerder hebt gezien. Het is geen gewone beer. Het is een gemuteerd monsterbeer. Oh nee, dit ding. Je zou denken, oh, mooi wapen. Ja en nee. Het is een burst light machine gun. Yep. Een burst light machine gun. De persoon die daar is uitgevonden, die moeten ze ook voor zijn bek slaan. Want dat is echt, dat is heel dom. Ik wil iets pakken. Oh ja, ik wou een slide of hand. Quick revive, dat wil ik pakken. Hier. Tada. Ik was die eerder nog vergeten en ik dacht dat toen aan. Heb je nog een instakill? Bottoms up. Ja, dan gaan we hem dood. Maar ik vind het zonde om hem in te ruilen. Want hey, het is gewoon een dik wapen. Maar wat we wel moeten doen is straks Slide Event wel halen. Want die missen we nou dus wel enorm. En ik wil ook de Fuges vinden voor hem. De Civil Protector. Als ik dat allemaal in één episode kan doen. Of episode in één playthrough. Dan ben ik zo blij. Ik wil echt zoveel mogelijk jullie laten zien. Ah, nee! Oké, wat je wel doen? Die instakill. Heb ik die? Ik heb die niet echt nodig met die wapen, toch? I don't think so. Oké, begint dat nou al? Ja, instakill heb je niet nodig. Dit ding is zo bijzonder sterk. Dit ding is serieus ook echt fijn. Dus die bewaar ik wel. Ik ga die niet ruilen. In het begin dacht je waarschijnlijk, Dennis, wat ben jij een stomme lul? Je gaat toch geen shotgun upgraden? Oh, jawel hoor. En niet dat ik veel meer keuze had, maar dat maakt niet uit. Ik ga me nou echt een keer insluiten. Ik wil die double points pakken, maar ik vertrouw mijn rug gewoon niet. Loop gewoon verder. Double points, jammer dan. Niks tegen te doen. Wat zit daarin? Ah, er ligt een shotgun in. Was gewoon een normale shotgun met een camo. Die niet dat je, oh, die was gepacked punch. Dat leek je wel, maar dat was hij niet. En hier hebben we een nieuwe fuge. Alles handig, fuse. Het Chanook! Zal ik die gewoon pakken? Ja. Kaboom, bitch! En we zitten in wave nummer 10. Nou begint het ergens op te lijken, hè. Hou die rommel maar. Ik ben gek, maar niet zo gek, hè. Hey. Weet je wat we kunnen doen? Oh, no! Wat een ramp! Wat ik nou aan denk is... Oh, die dingen was vergeten. Ik dacht even dat... Ik dacht, oh, boeien. Maar dit zijn de gehaktballen. Pas op voor gehaktballen, jongens. Die dingen zijn evil. Ik weet ook niet of ze max ammo drop of niet. Ik dacht even dat er die vogels waren die zouden komen. Ik denk, oh, vogeltje. Boeien. Ik heb geen idee of deze heel veel damage doen. Ik ben er eigenlijk nog nooit door gehit. Dus dat wordt eigenlijk wel een raadsel. Of dit echt heel veel doet. Hij zit vast! Ah, bitch! Ik wil even kijken. Ik weet dat hier een plek is voor een shield part. Ik laat hem daar mooi even hangen. Dat is alleen maar handig. Uiteindelijk gaat hij gewoon kapot. Dus het is niet zo dat je nou kan gaan glitchen. Dus, dat kan niet. Maar nu heb ik iets meer tijd om even rond te kijken. Wat zit er hierin? Padapadampam! Ah, for fuck's sake. Zo jammer, hè? Het is zo jammer. Ah! Max ammo. Ammunition appearing out of thin air. Ik wil echt die zombie shield vinden. En die fuses, maar ja. Ik heb geen bij. We hebben nog niet gekeken. Hoeveel granaten krijg ik? Dat doen ze expres, hè, om even recht te houden. We gaan even een kogelballetje pakken. Die hebben we nog niet gedaan. In plain sight. Yo, die is handig. Die is handig. In plain sight, dat staat al boven beeld. Ignored by zombies for 10 seconds. Als ik dat activeer, dan kan ik gewoon niet gezien worden door zombies. Wat misschien nou heel erg goed zou uitkomen. Want ik kwam dat klote beest tegen. Maar niet naar beneden. Die vond ik op zich wel best wel een fijne spot.
Ik heb 3000 punten, dus we moeten zometeen echt slide event gaan halen. Ik ga met dit ding schieten. Ik ga deze daar ook toch upgraden. Ik ben wel bijzonder traag met de light machine gun. Dus daarom ben ik blij dat ik die shotgun natuurlijk nog heb. Zonder die shotgun. Ja, dit is echt niet fijn. Ik kom haast niet vooruit. Dus houden we gewoon die shotgun in onze hand. En dit is dus een heel mooi plekje om lekker rustig aan een rondje lopen. Rondje, rondje, rondje. Elk rondje anders, hè. Oh, hallo. Ik was jou vergeten. Hij kan met mijn rug, hè. Ik wist het wel. Ik wil eigenlijk eerst die monster mollen, maar... ja. Er lopen allemaal andere zombies bij. Ik wil even dit ding reloaden. En nou lijkt het echt alsof ik een zombie zijn. Ik loop gewoon... op mijn, weet ik veel, 35ste of zo. Een beetje rustig. Oh, ik ben niet zo snel. Check over zombies. Oké. Dat voelt zo goed als je dan op zo'n grote groep schiet. En al die punten krijgt, hè. Nee. Als hij ooit één keer goed slaat, dan ben je fucked. Ah, we gaan niet dood. Ik schoot hem in zijn oog. Recht in zijn oogbal. Pas als ze hieronder niet komen, dat dacht ik al. Oké, we hebben er eentje en nou gaat hij rennen. En nou zitten we dus wel diep in de shit. Ik pak gewoon mijn shotgun. Oh, Max ammo. Dat is handig. Helaas heb ik niet specifiek wat ik snel kon gooien of zo. Dus monkey bombs. Ja. Dat werkt. Ik wil er eentje laten overleven, want dan kunnen we dadelijk dat wapen upgraden. Die burst fire gun. Hebben we dat tenminste ook weer gedaan. Eigenlijk zou ik een keer moeten proberen om zoveel mogelijk verschillende wapens te upgraden. Dat is misschien wel leuk. Hey! Heb je nog een insect? Kom hier! Ah! Dank je. Heb jij nog iets gedropt? Iets leuks? Instakill. Ja, laat me liggen. I don't care! I don't care! Even dit ding upgraden. Genoeg punten. Het is een prima wapen. Nou twijfel ik. Ik upgrade gewoon. Ik upgrade gewoon. Wij zijn gek. Want dan kom ik punten kort. Maar ja, oh. Ik kan trouwens mijn andere wapen re-upgraden. Dan krijg je special abilities. Super chill, echt waar. Dat laat ik nog een keer zien. Je hebt verschillende abilities. En zoals turn, dan gaan zombies voor jou werken. Dat is echt bizar. Dat is de beste, naar mijn mening. We komen 10 punten kort, want ik wil slide of hand hebben. Maar dat gaan we regelen. Ik moet alleen even weten waar die ook weer stond. En even denken. Er zijn twee spots waar ik tussen twijfel. En dat is daar. Of helemaal aan de kant. Lekker duidelijk, Dennis. Lekker duidelijk. Ja. Nee, dat is top. En we gaan even kijken. Ik denk dat die hierboven staat. Even om. Ja, hier staat hij. Daar kun je zien dat groene flesje. Dan weet je dat hij hier staat. Dus dat is ideaal. Want we hebben dat nodig. Kijken waar er in deze stinkpot zit. Ik zweer het je. Ik krijg alleen maar granaten. Ik word gewoon getrold. Oh, wel. Ik kan punten komen. Tuurlijk. Ik heb het idee dat onze zombie vriend nog niet dood is. Dus... Nope. Dat dacht ik al. Nou heb ik hem één keer. 10 puntjes. Ideaal. En Speed Cola. Onze derde perk voor vandaag. En de volgende die wij moeten hebben, dat is stamina. 100%. Ik ben veel te traag met dit ding. De Trapezohedra Shard. Ja. Maar waar de... ding staat, wat ik net zei. Stamina. Weet ik niet. Ik heb geen idee. Oh. Ja. 2000 punten is goed dus. No! You must earn the... Ah, ik heb de power hier nooit aangezet. Echt waar? Dat kun je me niet menen. Dat is fucking bullshit. Dat is bullshit. Dat kan toch niet dat ik dat vergeten ben. Oké, dan doen we het nou nog een keer. Ideaal. Ja, ik heb het vergeten. Waarschijnlijk heb ik een keertje verkeerd gezet. En dan heb je dat. Je moet je kijken wat ik met hem kan. En weg is hij. Dan komt hij gelijk weer terug, volgens mij. Waar is die Sanava Beach? Oh, hier stond ook de pot. Oké, wij kunnen nou gewoon terug. Ik weet niet hoe je dat überhaupt kan doen. Ik weet niet eens hoe je kan respawnen. Zoveel weet ik van deze map. Maakt niet uit. We are back in the game. Als het goed is, is dat 2000 punten. Kijken. Ja, 2000. We hebben niks. We zijn broke. We hebben gewoon nul. Nul naar de noppers. Dat is niet veel. Die fuses en zo. Ik wil die Civil Protector wil ik jullie laten zien. Dat is epic. Maar ik weet niet waar die fuses kunnen liggen. Dus dat is gewoon een kwestie van rondlopen en hopen dat je ze vindt. I used to have staff.
Oh! Hello! How do... Why not? Why not? Dit wordt zoeken. Als het goed is, hebben we nog niet alles open, dus... Er zijn een hoop plekken waar ik nog niet echt geweest ben. Wat is het hierin? Oké, carpenter. Als het goed krijg je daar 400 punten voor ofzo? Toch? Of heb ik nou vergeten? 200, oké. Werktafel, dat is voor die zombie shield. Ik wil die hebben, want dat is echt serieus. Dat is een lifesaver. Zombie shield is best. Echt best. Ik ga nou gewoon een beetje zoeken. Geen granaat. Oh, je geeft me een wapen. Ik heb al twee gepackapunched wapens, dus dat gaan we niet doen. Ik heb net zojuist een ander part gevonden van de zombie shield. En die lag daar ook. En er zal waarschijnlijk geen vaste plek zijn van de zombie shield. Maar ja, je kunt ze toch kijken mocht je onderdeel aan het zoeken zijn. Dan kan er dus hier een deel liggen. En dat was een klein dingetje, dus dat is best wel sneaky. In ieder geval, we missen nou dus nog één ding voor de zombie shield. En ja, wat ik mis, geen idee. Waar het ligt, geen idee. Het is gewoon een kwestie van zoeken. En dat is wat ik nou dus ook aan het doen ben. Hier ben ik net al geweest. Dat loop ik gewoon weer de andere kant op. Ik loop gewoon letterlijk heel de map rond. Gewoon te kijken dat ik ergens een keertje zie staan. Dat ik ergens op een knopje kan drukken. En iets kan pakken. Dat is gewoon mijn tactiek. Meer niet. Ik weet gewoon echt niet waar ik moet zoeken. Ik had juist weer een onderdeel gevonden van een zombie shield. Die lag daar. En ik dacht de laatste was. Maar blijkbaar had ik er maar twee. Ik dacht zuiver dat ik er al twee had. En dat dit mijn derde was. Dus wat was nou die eerste spot waar ik eerst altijd dan een zombie shield vond? Dit is zo raar. Ik dacht echt dat ik er al twee had. Blijkbaar niet. Ja, nou wordt het een beetje raadsel. Waar had ik dat eerste deel altijd gevonden? En... Je hebt trouwens nog instakill leren. Die ligt er al sinds het begin. Dat is best wel lang al. Misschien lag die boven. Ik had wel alle drie de parts. Ik begon echt aan mezelf te twijfelen of ik het nou wel had opgepakt of niet. Blijkbaar had ik ze alle drie gewoon. Alleen, het zat er te knipperen waardoor het leek dat ik één onderdeel miste. In ieder geval, wij kunnen nou dus onze zombie shield bouwen. Of rocket shield, zoals we het hier noemen. Why? I don't know. En wat is de beste plek? Waarschijnlijk niet hier. Want ik ben niet van plan om hier ooit te gaan survivalen. En ik wil een plek hebben waar ik redelijk vaak voorbij loop. Om dan continu de zombie shield op te kunnen pakken. En ik weet eigenlijk maar twee plekken waar een werktafel staat. En... Of nee, misschien een derde. Dat is hieronder. Ik ga even kijken of hieronder nog een zombie... shield bouwtafel staat. Die andere plek die ik bedoel, dat is hoe heet dat? Dat is daar bij die stripclub in de buurt. Daarvoor heb je nog een plekje staan. Hopelijk heb je hieronder ook een werktafel. Ik heb geen idee. Is gewoon een beetje gokken. En yes! Ja, yeah, dit is serieus. Nee, dit is geen werktafel. Fuck you. God damn it. Dat lijkt op een werktafel. Ja, dat is een beetje... Dit is zo teleurstellend. Ik was zo blij. Ik denk, yes. En de werktafel, kunnen we hier niet gewoon op beunen? Nope, dat kan niet. Nee, als hier een werktafel stond... Dan was ik zo godschuwelijk blij. Want dit is de plek waar ik heel wat ga raptrainen. En ik weet dat we nou pas bij 11 zijn. Ik weet dat we nog niet heel veel raptrains hebben gezien. Sorry. Maar ik wil gewoon al die andere dingen als eerste doen. En ik denk dat dat voor de meeste mensen ook het meest interessant is. Want heel veel mensen kennen het niet en die willen het zelf ontdekken. Nou, in ieder geval, we zijn nou hier. Dus dat is ook handig. Dan zijn we nog redelijk dichtbij. Want als het goed is... Waar de fuck was dit? Dit lijkt allemaal zoveel op elkaar. Hier was dat. Ja, hier hebben we hem. Mooi. Craft Zombie Shield. Die noemen ze wel gewoon een Zombie Shield. En Zombie Shield. Tada! Ik heb hem. En dan kun je hem equippen. Zo. En die kun je dus neerzetten als je wil. Kan ik die met R1... Yo! Holy balls! Dat ding is sick! Slaan. En met R1 kun je dus niet neerzetten, maar kun je door groepen heen boosten. Holy fuck, dat ding is zo bruut. In ieder geval, ik ga hier de episode dus afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan van geleerd hebben wat je leuk vonden. Ik heb dus drie mogelijke plaatsen laten zien van de zombie shield. Waarvan één volgens mij in episode 1 voorbij kwam, maar... In ieder geval, ik heb het zombie shield. Dat was mijn doel. Een zombie shield of die protector. Dan gaan we proberen de volgende episode die protector te doen. En daar moeten we dus nog twee fuses voor vinden. En dan kunnen we die als het goed is activeren. En dan hebben we nog iets wat ik in episode daarna wil doen. En dat is een zwaard. Er is een zwaard wat je vrij kan spelen. Die wil ik de volgende keer of de keer daarop dus doen. Dus hopelijk zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.